Dat de Passion in Groningen komt, dat vindt ze natuurlijk een, ja, ik denk door de hele stad gevoeld, prachtig idee. Omdat het een, het is een verhaal, wat natuurlijk een dramatisch verhaal is, het lijden van Jezus Christus. En een verhaal wat ook heel veel actuele betekenis heeft en die de mensen ook in deze stad, denk ik, heel erg gaat aanspreken. Deze thema's die zijn van betekenis voor religieuze mensen, maar ook voor niet-religieuze mensen. Als je praat over de toekomst van Nederland, dan gaat het natuurlijk ook over betrokkenheid. Je hebt het over vele culturen in ons land, dat vraagt om tolerantie. Ja, het is ook een oproep in een geïndividualiseerd tijdperk om ja, na te denken over hoe je je verhoudt tot andere mensen. Een zo oude geschiedenis van het lijden is ook een verhaal van een beweging die opkwam in die tijd voor rechten van mensen. En dat opkomen voor je gebied, dat opkomen voor je rechten, die samenwerking tussen mensen, ook als ze onder verdrukking zitten, is iets wat dit gebied, ik sta hier op een wierde en bij het kerkje van Ezingen, eigenlijk zich prachtig symboliseert. Dit gebied is al 600 jaar voor Christus ontstaan. De wierde, de mest, de klei, terp eigenlijk hè, in het Nederlands. Maar wij noemen het wierde in het Gronings. Dat karakteriseert een gebied waarop mensen ontzettend trots zijn. Hier symboliseert het ook de samenwerking die mensen hadden. Dit was ook de vluchtplek, de verdediging tegen het water. En als we vandaag de dag kijken naar het Groningse land, dan zijn de Groningers heel trots op dat schitterende, karakteristieke Groningenland dat zich symboliseert in stad en ommeland. En dan is de passion, die betrokkenheid, die hartstocht voor dit gebied, ook de hartstocht met de geschiedenis met dit gebied. En ik hoop dat het verhaal van de passion nog eens een keer heel mooi die verbinding ook weet te leggen. Dat zijn de waarden waarvoor Groningen staan en waarop ze trots zijn. Als de koor voor de Passion met de Martinikerk en dit is dan de Grote Markt, wat ze dan hier de huiskamer van Groningen noemen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig decor van zo'n cultureel en spiritueel evenement als de Passion.